Tamir. Wie kent dit verhaal al? Het verhaal van het mosterdzaadje? Ja. Ja, die kennen hem al. Mooi verhaal. Maar voor de rest die het verhaal niet kennen, ik ga niet naar Mark kijken, want die verklapt misschien het einde. Nee. Maar het verhaal van voor vandaag is een heel bekend verhaal. Het wordt soms wel eens geciteerd zonder dat men de oorsprong van het verhaal kent. Maar het verhaal komt van het boeddhisme. En het is het was een van de voornaamste discipelen van de Boeddha. Een non die intrad in de tijd van de Boeddha. En haar verhaal begon als volgt. Zij was in een familie. Zij was in een familie getrouwd waarin ze niet zo heel erg werd geaccepteerd. In de familie waarin zij. In die tijd in het oude India was het zo dat de vrouw altijd introk bij de man, in de familie en in het huis van de man. En dat was niet altijd makkelijk. Er zijn heel veel verhalen in het oude boeddhisme waarin dat heel uitgebreid wordt verteld. En ook in dit geval werd niet heel erg geaccepteerd door haar familie, de familie van haar man. Maar uiteindelijk kreeg ze wel een kind. En in die tijd hing de eer van een vrouw heel erg af van het kind. Dus zodra een vrouw een kind kreeg, dan werd ze meer als volwassen vrouw gezien en meer geaccepteerd. Dus haar leven werd een stuk beter nu dat ze een kind had. En ze hield heel erg van haar kind. Het was een zoon en ze hield er heel erg van. Maar op een dag, was een hele actieve zoon. En hij rende heel veel rond. En op een dag, het is niet precies beschreven hoe, maar op een dag was er een ongeluk. En daardoor overleed het kind. En de moeder, Kisa, was daar heel erg door geschokt. Ze was er heel erg verdrietig over. En ze was helemaal uit haar element. Ze was eigenlijk een beetje de kluts kwijt. En ze droeg het lijk van haar kind in haar armen. En ze liep zo rond. En ze vroeg telkens aan mensen of ze een medicijn hadden voor haar kind. En zo liep ze rond in van de ene plaats naar de andere plaats. In een soort van verdwaasde toestand. En dat was natuurlijk heel triest. Maar op een dag was er iemand die haar zo zag lopen nog steeds met haar dode kind. En er waren zo een aantal dagen voorbij gegaan. En je kan je voorstellen dat het natuurlijk steeds moeilijker wordt om met een dood kind rond te lopen. En deze man, dat was een wijze man, en die zei: ik denk dat ik weet welke dokter jouw kind kan helpen. Of welke dokter jou kan helpen. En hij vertelde waar ze de Boeddha kon opzoeken. En de Boeddha die was in een plaatselijke stad. En zij ging naar die stad toe. En de Boeddha die zag haar en zij vroeg zoals gewoonlijk om een medicijn voor haar kind. En de Boeddha die zei: ik kan jouw probleem oplossen als je mij een mosterdzaadje geeft. En daarmee kan ik het probleem oplossen. Maar dat mosterdzaadje, dat is wel een heel bijzonder en heilig mosterdzaadje. Het moet komen van een familie waar nog nooit iemand is overleden. En in die tijd was een mosterdzaadje, dat was zoiets als dat je om een suikerklontje vroeg of zo. Het was iets wat iedereen wel had. Er is niemand die geen suikerklontje heeft. Het komt niet zo vaak voor, hoewel misschien een echte gezondheidsfreak dat hij geen suiker in huis heeft. Maar de meesten zullen toch wel wat suiker in huis hebben. En ook in dit geval was natuurlijk een mosterdzaadje heel makkelijk te vinden.
het meest eenvoudige en makkelijkste ingrediënt van de Indiase keuken. En dus dacht zij, nou, dat is makkelijk. En de Boeddha die zal mij helpen mijn kind te genezen. En ze was helemaal blij dat ze, dat hij echt wel hoop in dat haar kind zou genezen. En toen kwam ze naar het ene huis. En ze belde aan. Nou ja, waarschijnlijk niet, want in die tijd hadden ze nog geen bellen. Maar ze klopte waarschijnlijk en op die manier vroeg ze dus om een mosterdzaadje. En ja, tuurlijk kun je een mosterdzaadje krijgen. Hier is een mosterdzaadje. Oh, nog één ding. Is er wel eens iemand in het huis overleden in deze familie? En toen zei ze, ja, er is een oom overleden. En die en die. In die tijd woonden natuurlijk mensen in grote families thuis. In één huis. En zei, ja, de oom is overleden. Ja. En een ander huis waar ze dan aanklopte, was de tante overleden. In het ene huis was de vader, dan weer de moeder, dan weer de oma, dan weer de opa. Er was altijd wel iemand overleden. En je kunt je voorstellen dat zelfs in de kleinste gezinnen heb je natuurlijk altijd wel dat de oma en opa op een dag moeten overlijden. Of dan anders toch wel de overgrootvader of de overgrootmoeder. Er is altijd wel iemand die is doodgegaan. En toen ze zo'n 10 huizen, nou ja, volgens de tekst zijn het er 3. Maar ik veronderstel dat ze er wel meer is afgegaan. Misschien wel 10 huizen. Uiteindelijk realiseerde zij dat er eigenlijk wel heel veel mensen overal doodgaan. En dat iedereen op een dag toch deze wereld moet verlaten. De dood is een onderdeel van het leven. En als we het zo zien, dan hoeven we niet daar zo veel problemen mee te hebben. En ze hield haar kind, of het overleden kind, in haar armen. En ze zei, ik begrijp nu. Ik begrijp nu dat jij niet de enige bent die overlijdt. Maar dat iedereen op een dag moet overlijden. En dat iedereen wel eens op een dag iemand moet loslaten. De Boeddha heeft eens gezegd dat er 4 verschillende mensen in de wereld zijn. Er zijn mensen die van iemand zien, misschien op televisie zien of zo, in de tegenwoordige tijd, dat er iemand overleden is. En dan vervolgens realiseren ze zich, oh, de dood is een onderdeel van het leven. En ze worden meer geïnteresseerd in het spirituele, in de zingeving, in wat belangrijk is in het leven. Dan heb je ook nog mensen die dat niet zoveel zegt. Ze zien misschien op het nieuws, daar en daar is iemand overleden. Of ze horen van de buren en dat zegt ze niet. Dat doet ze niet. Je hebt de mensen die pas echt gaan nadenken als er iemand is die echt dierbaar is voor hen, die overleden is. En dan gaan ze wel even nadenken. Denk ze, ah, goh, ja, dood hoort toch een onderdeel, hoort toch bij het leven. Bijvoorbeeld in de film The Little Buddha is een keerpunt in het leven van de hoofdpersoon, is dat er op een gegeven moment een familielid overlijdt. En zo kan er soms een keerpunt zijn dat we ineens, als het ware, een ontnuchterende ervaring hebben zo. En ineens ons vragen gaan stellen. En op zoek gaan naar zingeving in ons leven. Dan heb je ook nog mensen die zelfs door hun familie of zo niet zoveel worden bewogen. Maar als ze zelf ernstig ziek worden, dan beginnen ze na te denken. Maar je hebt ook mensen die dat allemaal niet zegt en die pas echt beginnen na te denken over het leven op het laatste moment van hun leven. En dan misschien nog niet. Zo heb je verschillende mensen in het leven. En dat we hebben natuurlijk allemaal het verhaal gehoord van de Boeddha, die zelfs alleen al de herinnering
Of zelfs een persoon die helemaal niet kende, dat was al genoeg voor hem om na te gaan denken. We zijn allemaal geboren met eenzelfde paar ogen, terwijl nou, in ieder geval de meeste van ons kunnen goed zien. Maar hoe we onze ogen gebruiken, dat verschilt dan wel. De ene persoon staat stil voor een stoplicht. En er is een wat oudere vrouw die daar in de auto zit. En het stoplicht springt op groen. En de oudere vrouw die heeft nog niet door dat het stoplicht op groen is gesprongen. Dan reageren mensen verschillend. Heel veel mensen die gaan misschien toch wel even toeteren. Andere mensen worden boos. Sommige mensen gaan misschien even kijken, wie is dat dan? Wat is dat voor iemand? En denken ze, nou, ben je misschien een beetje te oud voor omaatje of zoiets. Dat soort commentaren horen we misschien. Maar er zijn niet zoveel mensen die denken, ook ik zal op een dag in die auto zitten voor het stoplicht. En ik heb nog niet eens door dat het stoplicht op groen is gegaan. En dat was dus het verschil tussen mensen. Dat is het verschil tussen mensen. Zo iemand als de Boeddha die dacht, die betrok alle dingen om zich heen op zichzelf. En op die manier dacht hij. En dat was zijn karaktersterkte.